toen mijn broertje uit de kast kwam, vond ik dat toch wel iets geks. Niet dat ik niet van mannen hou, alleen niet voor de seks. Maar hij was altijd heel open over wie het zo al deed. Maar al zijn avontuurtjes interesseerden mij geen reet. Het was moeilijk voor mijn vader, hoewel die progressief gelovig was, dat hij moest accepteren dat zijn eigen zoon een homo was. Hij moest naar de psychiater, die dikke rapportages schreef. Maar de tekens waren helder, zijn schaamhaar in mijn filicheu. Als hij leidde een ruig leven, kende elke nicht de tent. Want alles kon nog en alles mocht, iets was nog onbekend. Misschien iets te lang doorgegaan, of niet goed op de pas. Maar het virus heeft hem gewonden en volledig aan de tas. Uit het leven op een slagveld, zijn vrienden stierven één voor één. Maar hij heeft nog jaren doorgeleefd, door pillen op de been. Maar hij is veel te jong gestorven, voor mager tot op bot. Maar hij wilde niet meer verder, hij gaf zijn ogen aan het lot. Ja, je broers kun je niet kiezen, en ik was zijn keuze niet. Mijn zuster stond steeds naast hem, toen hij ons verliet. Zijn foto hangt bij mijn bureau, hij kijkt me lachend aan. Met bloemen en een knapzak, voorgoed op reis gedaan. Met bloemen en een knapzak, voorgoed op reis gedaan. Met bloemen en een knapzak, goed op reis. Zo, ik ben zonder vrouwtjes. Sjors Willy, 13 december in Assen, in Xavon, in het kader van 2 op 2. En wie komt er dan nog meer? En Tom Peters. Niet alleen live verses. We droegen een storm in ons mee, die het vuur liet laaien. Onze huiden waren een brandstapel voor onvoorziene dromen, vol drakenkracht en zoete stemmen die, hoe dan ook, schreeuwden dat er een fluister in ons was gedaald. Een rustige, fluwelen stem die sprak van revolutie, die de dagen wegnam van de kalender. Vrij zouden we zijn, bevrijd van oude angsten die omkelen, die hapten naar adem, die tergend dit nieuwe spektakel om zeep zou helpen. En in de duisternis nadien zouden we...